Welkom bij de opening van de tentoonstelling De 75 jaar bevrijd, samengesteld door Rinus Kuipers en Wadek Salevic. Nadenken over een 5 jaar Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Dan moeten we ontzettend blij zijn dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. De 5 jaren daarvoor vol met angst, onzekerheid en allerlei gevaren die de bevolking van Oosterhout moest doormaken. Je kan het je eigenlijk niet meer voorstellen. Wat er toen allemaal gebeurde, dat je dagelijks met dat soort zaken te maken had. Dat je ook voor hele moeilijke dilemma's voortdurend stond van wat je wel en niet moet doen. En als je dan nadenkt over discussies van zullen we 100 of 130 kilometer gaan rijden, dan zijn dat zulke kleine zaken vergeleken bij waar men toen voor stond. Ik heb even gekeken bij onze 75 vrijwilligers. Zijn er in ieder geval nog 10 vrijwilligers die de hele oorlog hebben meegemaakt. Die van 1940 of daarvoor zijn. En dus ook de bevrijding hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk toch een grootste gebeurtenis geweest. En misschien ook toen ze 5 jaar waren. Ik zie daar bijvoorbeeld iemand in de bureau staan. Of 5 of 7 jaar waren. Dat ze daar toch nog wel enige herinnering aan hebben. Wat wij zo gaan doen, is eerst zal Wadek Salevic, die zal hier iets vertellen over de tentoonstelling en over zijn vader en over de film waar we zo naar gaan kijken. En daarna gaan we naar buiten en gaan we het bevrijdingsvuur aansteken. Is ook een koor die wat liedjes gaat zingen die met de bevrijding te maken hebben. Dus ik wil nu het woord geven aan... Ja. Ja, ik moet nog even vertellen. Ja, er hangt hier wel wat van de tentoonstelling, maar de tentoonstelling die is hier wat we noemen het doorloopje. Dus dat moet u hier langs de drukkerij. En daar is de tentoonstelling. En ik vergat nog te zeggen dat Robert van den Boogert, die heeft gezorgd voor de vliegtuigjes die daar allemaal staan en hangen. Ook ziet er heel mooi en leuk uit. We zijn overigens ook de Heemkundekring ontzettend dankbaar dat ze hebben bijgedragen aan deze tentoonstelling. Want er hangt wat op het, van de Heemkundekring, van het museum zelf en van Wadek. Dus ik geef nu het woord aan Wadek en die gaat ons het een en ander vertellen. Dank u wel, voorzitter. U kunt mij zo goed verstaan achterin? Ja, ja. Beetje professioneel mag wel, hè. Welkom allen. Hele grote opkomst. Wat ik ga vertellen, ik ga een klein stukje vertellen over de Eerste Poolse Panzerdivisie. De Eerste Poolse Panzerdivisie, als we al zeggen 75 jaar terug verplaatsen, daar reden de mensen hier met het voertuig hier over de Brilaagse weg. Kregen de opdracht, omdat de brug opgeblazen was, de opdracht om links uit de flank te rijden en Den Hout te bereiden. Ik ga er ook een klein stukje over vertellen over de slag bij het Marnekanaal. Daarna gaan we, dat noem ik eigenlijk de big picture, dus het verhaal over de Eerste Poolse Panzerdivisie. Een divisie bestaat ongeveer uit 16.000, 17.000 soldaten. Als ik dus voor een klas sta. En ja, Wanda, die weet ervan, die helpt mij altijd met het scholenproject. En dan vraag ik aan die kinderen van, weet je, ik kan je eigenlijk voorstellen, een divisie van 16.000 man. En dan zeg ik, wie is er wel eens in de Nachtstraatmeer geweest? En dan hebben ze allemaal, ja, ik zeg, nou, als dat helemaal vol zit met militairen, ja, dat is een divisie. En zoveel mensen hebben dus hier het zuiden mee bevrijd, uit de rest van Nederland. De Eerste Poolse Panzerdivisie bestond uit Poolse soldaten, die na de val van Polen in 1939... naar Frankrijk zijn gevlucht. Daar vochten ze voor de tweede keer tegen de Duitsers. In 1940, waarna ze naar Engeland overstaken. Dus ze kregen toen de opdracht dat de tweede keer het niet gelukt was om van de Duitsers te winnen. En generaal Maciek, dat was de bevelhebber van de Poolse Eerste Panzerdivisie, die riep de mensen op, jongens, komt allemaal en verzamelt elkaar in Schotland. Dus die mensen zijn allemaal, die soldaten, overal waar ze vandaan kwamen, uit de hele wereld zijn die in de snuit naar Schotland gegaan.
In het kader van de Brits-Poolse overeenkomst werden een landmacht, een luchtmacht en een marine daar opgericht. Die zich op dat moment zeer welkom waren, gezien de zeer penibele situatie van de Engelsen. De Engelsen hadden zelf te weinig manschap. Onder andere de vliegtuigen, de bemanning van de Lancasters, die werden door de Polen gedaan. De Engelsen hadden daar zelf geen bemanning voor. De Poolse eenheden bestonden grotendeels onder Brits opperbevel, met Brits materiaal en uniformen, maar met die restrictie dat ze wel een eigen eenheid mochten vormen. Dus het materiaal en de uniformen kregen ze van de Engelsen, maar ze wilden gewoon de eigen eenheid hebben. Het eerste Poolse legerkorps werd vervolgens in Schotland opgericht, wat ik u net vertelde. Gedurende zijn verblijf in Schotland van 1942 tot 1944 bewaakte dit korps 200 kilometer van de Britse kust. Eind juli 1944 maakte de divisie de oversteek naar Normandië. Dus D-Day was in juli, maar de Polen zijn een maand later geland in Argomanche. Na de Guardian uitbraak uit Normandië achtervolgde de eerste Poolse panzerdivisie de Duitsers langs de kust van het Engelse kanaal. De divisie kwam nabij Poperinge, België binnen en bevrijdde onder andere Ypres, Roeselare, Tielt, Gent en Sint-Niklaas. Begin oktober namen de Polen deel aan de strijd aan de Scheldemonding en op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd, zonder verliezen. Aan de noordkant van het Marnekanaal, herstellen, begin november 1944 door de Poolse soldaten van de 1e Poolse Panzerdivisie verwoede pogingen het Marnekanaal over te steken en een bres te slaan in de linie. Aan de noordkant van het Marnekanaal hadden Duitse troepen in verdedigingslinie aangelegd en op 3 november 1944 begonnen Poolse soldaten van de 1e Poolse Panzerdivisie 's nachts een schijnaanval in de richting van Terheide. Vervolgens stak een eenheid bij Ter Aalst het kanaal over met vouwboten en verraste de Duitse militairen in hun schuttersputten. Na enige gevechten wisten de Polen het Burgerhof te vestigen. Tegelijk probeerden de Polen bij de Marksluis bij Oosterhout het Marnekanaal over te steken. Dat verliep minder succesvol, want ze kwamen direct onder zwaar Duits tegenvuur te liggen. Uiteindelijk kwamen ze met steun van artillerie en jachtvliegtuigen, toch konden ze de overkant bereiken. Onmiddellijk begon de Poolse geniesoldaten met de aanleg van een Beliebrug, wat later de Succesbrug werd genoemd. De winter van 1944-1945 betekende een periode van stilstand. We kregen dus, het zuiden van Nederland was wel in 1944 bevrijd, maar de rest van Nederland pas in 1945. Dus die Polen die werden hier, kwamen tot stilstand omdat onder andere ook de aanvoer vanuit Normandië stokte. En die Polen die werden dus ingekwartierd. Het verzoek was om bij burgers ingekwartierd te worden. Nou, een van die soldaten, en dan moet ik heel voorzichtig worden, want mijn familie zit erbij, was mijn vader. En mijn vader, voor de Oosterhouters, die werd ingekwartierd op de Zandheuvel. En de Zandheuvel, waar nu, moet je mij even voorstellen, het café het Zonneken is. Daarnaast had je de gang van Piet Kanters. Ja, je weet het, hè? Ja. En daarnaast waren twee huisjes en daar, daar woonden wel mijn opa en oma en mijn moeder. Maar mijn vader werd ingekwartierd bij de Groente Boer de Kort. Op de hoek van de Zandheuvel Levenstraat, die aan de groente zagen. Ja, die ken ik ook. De film die wij gaan zien, die is, van, die is gemaakt met de 60 jaar bevrijding. Dus 15 jaar terug. Daar is een nieuwe film gemaakt, maar daar kom ik straks even op terug. Ik wil u even de film laten zien. Zijn er vragen daarover, dan horen we dat graag. Een persoonlijk verhaal nu van een Poolse bevrijder van Zuid-Nederland. Het is precies 60 jaar geleden dus dat Breda door de geallieerden is bevrijd. En het waren dit keer niet de Amerikanen of de Engelsen, maar de Polen die de Brabantse stad hebben ontzet. En een van die bevrijders van toen is Michal Salewicz. Hij was lid van die 1e Poolse panzerdivisie. En hij is na 1945 niet meer uit Brabant weggegaan. Salewicz trouwt met een Nederlandse en hij krijgt 5 kinderen. Nu, 60 jaar later, herdenkt hij misschien wel voor het laatst op deze grootse wijze zijn Poolse vrienden van toen. Onze verslaggever Koen van Groezen is de kleinzoon van deze Poolse bevrijder, Michal Salewicz. En hij maakte deze reportage. Hey,
Ak! Breek, ere! Goed! Dit is het verhaal van Michal Salevich. Als 23-jarige jongen kwam hij als een van de bevrijders ons land binnen. Hij maakte deel uit van de Poolse panzerdivisie, die in november 1944 de stad Breda bevrijdde. Hier herdenkt hij met een aantal Poolse kameraden de bevrijding van het Brabantse Baarle-Nassau. Denken, zeg maar, terug naar vader, hij kon niet. Dat is verschrikkelijk. De bevrijding van zijn eigen vaderland heeft hij dus niet meegemaakt. Polen wordt in de oorlog niet heroverd door landgenoten, maar door de communistische Russen. De Poolse soldaten werden gezien als landverraders, omdat zij deel uitmaakten van de geallieerde troepen. Een aantal van onze Poolse bevrijders besloot in Nederland te blijven. En hebben vele bevrijders hun leven gegeven. Een vrede die wij met z'n allen moeten koesteren. En één daarvan is Michal Salevich, ofwel mijn opa. Na veel aandringen van mijn kant vertelt hij eindelijk zijn verhaal. Daarin wordt gelachen. Opa, wat zei je nou tegen die mevrouw toen we in Baarle-Nassau op die legertruc zaten? Ja, schatje, ken je mij nog? Over een schatje, opa. Hij moet die oma niet zeggen. Maar er wordt ook gehuild. En wie is deze mevrouw? Dat is mijn moeder. Dat is uw moeder? Ja. Heeft u die na 1939 nog wel eens gezien? Nooit. Nooit meer gezien? Nee. Want u kon niet terug? Nee. Nou, we stoppen even. Opa wordt tijdens de oorlog verliefd op een Nederlandse. Met de oer-Hollandse naam Jansen. En hij krijgt 5 kinderen, waaronder mijn moeder. Nog meer in de kerk. Hij mag zich al bijna 55 jaar Nederlander noemen, maar een deel van hem zal voor altijd Pools zijn en blijven. Ik heb ook een goede familie en alles erbij, maar ja, toch iets voelen. Ik ben geboren in Polen en blijven. Je blijft Polen? Ja. Waar lag dan uw geboortedorp? Waar lag Sinku? Hier ongeveer. Hier ongeveer. Vlak bij Dniester aan de rivier. Dniester heette. Vlak bij Dniester. En dat was granit Roemenië, Polen. Hij groeit op in het plattelandsdorp Sinku. Als 17-jarige moet hij zich in 1939 melden voor militaire dienst. Toen wij zagen dat ongeveer, zeg maar, zes weken, tot de oorlog afgebroken. En Polen, en Duitsers vallen binnen. Als dan ook nog eens een paar dagen later vanuit het oosten het Russisch leger komt, moet hij vluchten. Hij begint aan een lange tocht op zoek naar vrijheid. Roemenië, Joegoslavië. Ja. Voor Joegoslavië naar Griekenland. Ja. Griekenland. Ja. Voor Griekenland met een schip naar de Frankrijk. Als de Duitsers ook Frankrijk binnenvallen, wordt opa verplaatst naar Engeland. Het Poolse leger is inmiddels over heel Europa verspreid. In 1942 worden ze in Schotland weer herenigd in de 1e Poolse tankdivisie. Ruim 60 jaar later komt een aantal veteranen, waaronder mijn opa, nog één keer bij elkaar. Wanneer dat ik nog aan deze ogenblik denk, dan worden mijn ogen nog nat. Dus ik was erg blij dat ik de Poolse taai weer kon horen. Om de 1e Poolse panzerdivisie te formeren, opnieuw. En daar waren we allemaal trots op. Maar nou, de kennis van mensen, dat is mijn kameraadschap, dat is iets apart was. De Poolse legers hebben iets apart. Dat zijn helemaal vrienden, onder elkaar een vriend, net familie was samen. Ale
Dat hebben we vroeger zo gedacht. Ja, ja. Dat ze dichter bij ons komt, maar het is toch tegengevallen. Ja. Dus we beginnen in Normandië, we gaan Frankrijk. We beginnen in Cannes. Ja. Beaujeu, hier zo. Naar Gent. Antwerpen. Antwerpen, hier Breda. Breda. De Polen bevrijden delen van Frankrijk en België. In oktober 1944 bereikt de Poolse tankdivisie ons land. Opa, hoe was het hier nou 60 jaar geleden om hier aan te komen? Het was gezellig. De mensen hier goed ontvangen. De eens was een beetje bang geweest. Maar toen zag naar ons allemaal naar buiten komen. Het was gezellig. En die mensen zwaaien en vinger omhoog steken van al die man. Het victory teken van bevrijding. Bevrijding, twee victory. Van victory. Doe ze niet. Doe ze niet klappen. Vanuit Balen-Nassau begint de opmars naar Breda. De Polen bevrijden de stad op 29 oktober. Precies 60 jaar geleden. Toen je vorige verte. Mensen zingen, muziek spelen, oranje bogen spelen. Ik wist wat dat betekende, oranje bogen. Nee. Op elke plein was het muziek dansen. En pak ze, joh. Als je daar in uniform kwam en dan nog een Polen, die meisjes, die sleurden je mee. Dus daar had je volop keuze. Ik heb de mensen, de eerste dag toen wij Breda kwamen, heb ik mijn vrouw leren kennen. Wie hebben we hier? Ja, dat vroeger was mijn vriendin, nee, dat was een kwartiermeisje. Ja. Dat was een kwartiermeisje. Dus je was ingekwartierd bij oma's zus? Ja. En wat vond u van oma toen u haar voor het eerst zag? Ja, ik vond een gezellige vrouw, zeg maar, dat is iets voor mij worden, maar ja, nog niet. Toch. Maar ja, de oorlog ging door en de rest van Europa moest nog worden bevrijd. Toch bleven mijn grootouders veel contact houden. En na de oorlog kwam hij op bezoek met een mooie bos bloemen. En dan komen ze terug naar Nederland en zeggen, vragen mijn vrouw, wat doen wij? Willen jullie mij trouwen, zeg maar, of zeg je, doe ik niet meer? Want u was al natuurlijk een tijdje weg. Ja, een tijdje weg. En toen zei ze, wat doen wij? Nou, zeg, gestemd. Zeg, gewoon met mij trouwen. Dus ze wil toch met u trouwen? Ja. Natuurlijk was het de liefde die de oudstrijders hier hield. Maar terug naar Polen konden ze niet. De nieuwe communistische Poolse regering noemde onze bevrijders landverraders. Ze hadden immers met de kapitalisten meegevochten. Nou, ik ga hier graag om te herdenken de 107 Polen die gevallen zijn in de strijd voor de bevrijding van Balen-Nassau. Op een gegeven moment mag u een krans leggen. U wordt dan erg emotioneel. Waar denkt u dan aan? Ik denk dat we zo 4 jaar gezeten. Er was gevochten. Voor niks. Ja. Voor niks. Voor vrede voor de wereld. Maar voor mij niet. Want de beloning, de bevrijding van Polen, die kwam niet voor u? Nee. Wij dachten als onze ontvang als bevrijders. Maar toen zijn onze zijn als verrader gezegd. Dat is een enorme schok geweest. Dat is een schok geweest, ja. Toen, wij waren, zeg maar, toen eerste keer naar Polen gegaan, eerste keer. Dan moet aanvragen visum. Ik heb gevochten op Vrije Polen. En moet visum vragen. Toen mijn opa in 1975 eindelijk terug naar Polen kon,
waren zijn vader en moeder inmiddels overleden. Hé. Ik ben bij cavalerie geweest. Van de groep Polen die is blijven hangen in Nederland is nog maar een handjevol in leven. Wat de Poolse oud-strijders tot op de dag van vandaag pijn doet, is dat veel Nederlanders en ook veel Polen hun rol in de oorlog niet kennen. Ik vind na 60 jaar, bij mij tenminste, is een grote teleurstelling overgebleven. De Engelsen, Amerikanen, Canadezen hebben allemaal een oorlogspensioen gekregen. Ja. Jullie ja. hebben dat niet. Nee, wij hebben nog geen gulden gekregen. Wij zijn wel veteranen, maar wij zijn geen diplomaten. Nee. En daar gebeurt alles. Door ons oorlogsverleden, daarna gewoon als burger, hebben wij onze krachten gegeven om Nederland op te bouwen. Ik geloof wel dat wij toch een klein schouderklapje hebben verdiend. Wat vond u er nou van dat wij deze twee dagen hier heel veel over gesproken hebben? Ik vind dat het tijd was dat ons aan nagedacht. Het was mooi. Ik vind dat het is, zeg maar, de mensen onze verheerden. Maar we blessen te laat eigenlijk, te laat. Dus we mogen jullie nooit meer vergeten? We mogen nooit vergeten. Hier. En onze kameraden hier liggen. Die mogen we ook nooit vergeten. Dat mag vergeten. Oud-strijder Michal Salevich vertelde zijn verhaal aan zijn kleinzoon Koen van Groesen. Wat ik ook al zei, dit is een film met de 60 jaar bevrijding. We zijn nu 15 jaar verder en er zijn heel wat dingen gebeurd wat in de film eigenlijk niet klopt. De meeste Poolse soldaten die hebben nooit iets verteld over de oorlog. Kijk, mijn vader vertelt zijn verhaal, maar daar zou eigenlijk iedere Poolse soldaat heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Wat bijvoorbeeld niet klopt in deze film, en dat is eigenlijk ja, Koen van Groesen, dat is de kleinzoon van mijn vader, de moeder zit hier, de zus van hem. Die heeft een nieuwe film gemaakt en die is naar de Oekraïne geweest. Wat is er namelijk gebeurd? In 1943 bij Yalta, tussen Churchill, Stalin en Roosevelt, is er bepaald dat Polen 300 kilometer naar ons toe kwam. Dus mijn vader woonde in het oosten van Polen en die woonde daarna ineens in Rusland. Dus die kon niet meer terug in de Oekraïne. Ja, dat is één. Een zus van mijn vader, die woont er nog. Die woont dus in het geboortehuis. En Koen is na 75 jaar is die voor het eerst terug geweest in het geboortehuis. Mijn vader vertelt hier in de film van, ik zat 6 weken in militaire dienst en toen is de oorlog uitgebroken. Maar wat is waarheid en wat is geschiedenis? Hè? De zus van mijn vader zegt van, dat is helemaal niet waar. Je vader heeft helemaal niet in het leger gezeten, althans de eerste 6 weken niet. Je vader die zat bij een vrij fanatieke militaire scouting. En toen de Russen zijn dorp binnenvielen, is hij gaan vluchten, want hij was bang dat hij vermoord zou worden. Wat heeft hij toen gedaan? Toen is hij achter zijn huis stroomt de rivier, de Jester, is hij overgezwommen en naar de overkant kwam hij in vrije Roemenië. En van daaruit zag hij na een paar dagen dat de Oekraïnse vlag boven zijn huis wapperde. En toen dacht hij, heel mijn familie is uitgemoord, dus ik ga niet meer terug. En toen is hij, wat hij vertelde, via Frankrijk is hij in Engeland teruggekomen. Het bizarre van het verhaal waar wij dus achtergekomen zijn. Kijk, na de dood van mijn vader, van iedere Poolse militairling bij de RAF in Londen, kreeg een verslag. Van het moment dat ze militaire dienst zijn gekomen, tot het moment dat ze dus ja, van 1947 gedemobiliseerd zijn. Ik heb dat opgevraagd met toestemming van mijn moeder. En daar staan dus dingen in die eigenlijk ja, die hij nooit heeft willen vertellen. Wat bijvoorbeeld erin er staat dan hier, maar er staat bijvoorbeeld zijn zus in de Oekraïne. Ik moet anders zeggen, mijn opa was een Pool en mijn oma was een Oekraïnse. Kregen 3 dochters. Ze zijn Oekraïns orthodox opgevoed. En mijn vader met zijn broer
die zijn Pools katholiek opgevoed. Dus uit één gezin. Het bizarre van het verhaal is, en daar zijn we met Koen ook achtergekomen, dat mijn opa, die werd gevangen genomen door de Russen, die heeft in het Russische leger moeten vechten. De broer van mijn vader in het Duitse leger is gevangen genomen bij de Duitsers, die heeft in het Duitse leger gevochten, en mijn vader bij de geallieerden. Dus samen uit één gezin. Dus ze hebben eigenlijk, zoals het, als het puntje bepaald is, misschien tegen elkaar gevochten hebben. Dat is het een klein beetje, maar als u die film wilt gaan zien, zal binnenkort nog ooit wel eens een keer via de heemkundekring. We zijn aan het proberen, nou, omdat er zoveel vraag naar is, dat we die willen gaan draaien. En dan zullen ze er zijn de tijd wel in de krant of iets of dergelijke horen wanneer we dat via de heemkundekring gaan doen. Zijn er nog vragen over de film? Kijk, ik ben geen historicus, ik kan alleen maar iets vertellen over wat er bij ons thuis en bij mijn vader. Oh ja, wat ook heel belangrijk is, er staat dus, mijn vader, we hebben zijn uitspraak hebben ondertiteld. En ik heb aan hem gevraagd van, ja, waarom spreek je nou zo slecht Nederlands? Ja, op de dag van vandaag, als je dat zou bedoelen, dan stuurt hij je naar een inburgercursus. Dan zeg je, wat eerst is Nederlands taal leren, dat wil je. Maar hij zegt dus ook, ik ben met mijn 16 jaar ben ik gaan vluchten. En ik heb nooit geen onderwijs gehad. De meeste jongens, de meeste Poolse soldaten, hebben geen onderwijs genoten. Je kunt de verschillende titels wel geven. De ene zegt, ze kwamen in uniform en ze bleven hier overal. Een ander zegt, ja, ze hebben gevochten voor wat voor een vaderland. Ja? De vergeten overwinnaars, dat is ook een titel die we hun kunnen geven. Maar die Polen hier in Oosterhout, en mijn vader is na de oorlog weer teruggegaan naar Oosterhout en die is gaan wonen op de Zandheuvel. Die hadden geluk dat er een Poolse militair, een officier, en die heette Mek Krzyżanowski. En Mek Krzyżanowski die woonde in de Bowlingstraat, de Nieuwe Bowlingstraat. En die heeft samen met Jan Bastianen, de nazaten van de Bastianen, nu van de garage zeg maar, die hebben een verplicht Starako. Ja. En Starako, dat staat voor staal, ramen en kozijnen. En daar gingen die meeste Polen, die gingen daar werken. En waarom gingen ze daar werken? Ja, geen opleiding, maar ze konden met elkaar praten. Hè? En ook wat hij vertelde, van de gemeenschap was zo hecht, ze gingen zondags hier altijd naar de kerk. Werd alleen maar Pools gepraat. Ze gingen naar het café bij de Frannik, werd alleen maar Pools gepraat. Ze hadden een culturele club, werd alleen maar Pools gepraat. Dus ja. En bij ons thuis, ja, mocht dat niet gebeuren, dus... Oké. Maar goed, dus mijn vader... En de meeste Polen, die woonden natuurlijk in de Pottenbakkenstraat, hè. Naast een soort buitenziek, die Wouterek, Janitski, Kostkowski en de Molen. Ja. Zijn er nog vragen eventueel over... Kijk, zie daar ook iemand die hier altijd bij mijn moeder en mijn vader geweest. Ik ken mijn vader ook heel goed. Bij even gekomen, dank u wel. Ja, ik zeg nogmaals, ik ben geen historicus, hè, maar... Bestaan er ook lijsten van mensen die daar bij de Poolse Panzervisie gediend hebben? Ja, die vraag heb ik gisteren toevallig ook gesteld gekregen. In Londen is van iedere Poolse militair, als je dat opvraagt, als u daar interesse hebt, kan ik u het adres geven. Maar daar liggen dus de lijsten van de Polen die hier gevochten hebben. Dus vanaf het moment dat ze dus in militaire dienst gekomen zijn, tot de demobilisatie in 1947 in Wilmshaven, zijn ze dus, daar staat dus alles in. Er staat bij mijn vader staat precies in wanneer hij het ziekenhuis gelegen heeft, wanneer hij spuit gekregen, wat voor onderdeel, waar hij gevochten heeft. Eén bladzijde die is zwart. En dat vond ik, ja, Robert de Groen, dat was schijnbaar zijn strafblad, maar dat moet je niet zien. Maar goed, die mogelijkheid, als u dat wil hebben, dan kan ja, heel graag. Heel graag. Als u direct even dan zorg ik dat u dat die geeft. Ja. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geweest. Ja. Geen vragen meer? Nee? Goed, wat ik nogmaals zeg, de nieuwe film, deze film hebben wij genoemd, mijn Poolse opa. De nieuwe film die Koen gemaakt heeft, is in de huid van de Poolse opa gekomen. Dus hij is zelf helemaal naar Oekraïne geweest, hij is in Schotland geweest. En hij heeft het verhaal wat completer gemaakt als hetgeen wat soms wat is wel en niet waar. Maar dan komt het in de tweede film meer naar boven toe. Ja, misschien nog.
de emotionaliteit die uit deze 12 minuten spreekt, maar ook uit dat verhaal van in de huid van mijn Poolse opa, want ik heb hem gezien, die emotionaliteit, die voelen wij nu. Nu wij samen zaten te kijken, tenminste bij mij, de tranen komen gewoon in je ogen. Ja. En dat is zo tekenend voor het hele verhaal. Nou, ik daar even mag op inhaken. Ik heb hem een paar weken geleden, hebben wij toen met de herdenking, hebben wij hem voor de Poolse militairen. Hij is namelijk, de film is ook in het Pools ondertiteld, omdat wij hem gaan onderzoek voor de Polen, in Polen uiteraard, voor de divisie gaan we ook draaien. Toen werd aan mij gevraagd, of en met mevrouw samen, of we smiddags even naar het Amarant Hotel in Breda wilden komen. Want er zaten de veteranen en er zaten 50 Poolse militairen. Nou, die jongens zijn 30, 35, misschien wat jonger. En als ik dat zeg, dat er van die 30, na het zien van de film, er zat één naast mij en ik dacht dat hij zou verslapen. En die zei, ik heb 5 keer gehaald. Ja. Er zijn er zeker 10, 15 mensen die naar buiten zijn gegaan, die hielden het niet meer. Ja. En dan komt media, ook niet alleen mijn vader, auto, sorry, was very emotioneel, maar ook in de Oekraïne, kun je precies zien. Ja. Die mensen die missen hem heel, heel erg. Ja. Ja. Vooral op de manier waarop hij de staatsrechts gaat. Er staat ook natuurlijk, hij is in 1975 is hij voor het eerst teruggegaan naar Polen. Hij is dus nooit teruggegaan naar zijn geboortehuis, naar de Oekraïne. Alleen dus in Polen, want er woont een broer van hem, die is ondertussen ook naar Polen verhuisd en daar hebben ze elkaar ontmoet. Van de 3 dochters die in Oekraïne geboren zijn, hebben wij in 1975, ben ik mee geweest, hebben wij ze ontmoet in Polen, omdat dan binnen het communistische regime, want Polen mochten binnen het communistische regime en de Russen mochten dat dus ook. Ze mochten wel naar het westen, maar we moesten altijd één, want gezin of een kind moest achterblijven. Dat was toen nog in die tijd voor het ergste gordijn. En tot mijn vader stomme verbazing, zaten er 3 zusters van hem. Hij dacht dat hij maar 2 had. Dus de derde, ja, dat wist het niet. Dus kun je zien wat voor communicatie er. En nu weten wij binnen een seconde van wat er gebeurt. Hè. Dan pak ik de telefoon maar. En, ja. Maar het is ook een compliment aan Koen, hè? Ja, zonder meer. Zo mooi in beeld gebracht. Ja. Ja. Wij gaan hem, misschien dat de mensen er nog in willen schrijven, maar wij gaan hem donderdag vertonen in de Doelen. In het bejaardenhuis de Doelen. En dan gaat hij naar Teteringen, hij gaat naar de ambassade in Brussel, gaan we hem vertonen. En wat ik zei, in Warschau wordt hij ook vertoond. En ja, er komt nog heel veel meer gelegenheden. Bij de Heemkundekring gaan we hem opnieuw draaien. Misschien wel meer. Toch? En dat zal misschien ook. Maar we moeten eerst een beetje wat de kosten zijn. Oké, dankjewel voor uw aandacht. Goed, dames en heren, om te beginnen, wat ik ontzettend bedankt voor het indrukwekkende verhaal. Wij willen nu naar buiten gaan, waar we het vrijheidsvuur gaan ontsteken. Dus ik wil u vragen om mee te gaan. En dan zal het gelegenheidskoor Onze Vrijheid staat voorop. Die zal daar ook nog zingen. Dus we gaan even een frisse neus halen. Ja? Goedemiddag in ieder geval. Wij gaan een aantal liedjes zingen. Niet alleen een aantal liedjes voor de oorlog, 1939 ongeveer. Een aantal liedjes die we geleerd hebben, die gezongen zijn tijdens de oorlog. En een liedje na de oorlog. We hebben een aantal exemplaren, die willen we natuurlijk wel graag terug hebben. Als u mee wil zingen, dan kunt u dat. Maar we willen graag dat exemplaar terug hebben. Dus heette Onze Vrijheid staat voorop. Gelegenheidskoortje, we zijn 4 weken geleden begonnen om te repeteren. Het eerste nummer wat we gaan zingen, is niet het eerste nummer wat voor jullie het eerste staat. Jamie, why?
Schreef door Lou Bendy in 1939, Rats, Keur en Bonen. Rats, dat is stamvolk van enkele dagen oud. Keur is brood van enkele dagen oud. Werd ook wel eens kommiesbrood genoemd. En de bonen, ja, die gaf misschien toch wel een lekkere uitdrukking. Oké. Hart. Rats, Keur en Bonen is het soldatendiner. Rats, Keur en Bonen, doe daar je maaltje maar mee. Steeds is ons streven vrijheid van mensen constant. Om als een soldaat te leven voor het vaderland. Klagen, mooi klagen, en wat duizend is zenuwachtig. En hou je eendrachtig, de gevaren die ontwaren. Zo Nederland als waren, geen vandalisme. Hou je optimisme, die zucht te laat, die steekt veel klaar. Van ons leger maakt het staat maar aan. Niets is er man meer weef of vreemd. Het kopje in de keuken zit. Ja, allemaal! Rats, Keur en Bonen is het soldatendiner. Rats, Keur en Bonen, doe daar je maaltje maar mee. Steeds is ons streven vrijheid van grenzen tot strand. Om onze soldaten leven voor het vaderland. Het derde liedje. Is ook weer een soldaat. En dan gaat het over dus. De kolonel die loopt vooraf. En dan krijg je natuurlijk de andere rangen die komen die volgen. De kapitein, de sergeant-majoor en op de plaats het regiment. Vandaar op de kolonel, Ika kolonel. Daar wachten op het hele stel voor onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Ika kapitein. Sterker in de zonneschijn, daar is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De sabel moet er in zijn hand, de grappe luitenant. En dan komt de sergeant-majoor, Sisa sergeant-majoor. Die gaat in de modeldienst voor, het is de sergeant-majoor. Vervolgens komt de korporaal, Kika korporaal. De meeste baas van allemaal, dat is de korporaal. Dan komt het hele regiment, Rira regiment. De zieke dragers op het weg, die sluiten het regiment. Dat is zo mooi onderhandel. De rode eentje heeft een hart van prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. En die vesting overwint niet eens soldaat. Wees en blijf, prikkeldraad. Alle jongens maken aan het hof op zij. Maar zij lachten voor de rest de traditeit.
sergeant, sergeant, adjudant, luitenant. Allemaal vervoeren lief op blonde Mientje. Is een blond, is een pracht, en ze flirt en ze lacht. Maar niet eentje heeft het tot een kus gebracht. Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. En die vesting overwint niet eens soldaat. Eerst en blijf, prikkeldraad. Alle jongens maken aan en op ons vijf. Maar zij lacht en wonen. Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. De sergeant eruit en de luik kwam mee uit. En de kapper zegt, dat vergeet me nietjes. De majoor die is moe, maar al door was het mis. Is een blijde stelling die onneembaar is. Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. En die vesting overwint niet eens zo laat. Is een blijde prikkeldraad. Alle jongens maken haar het om ons heen. Maar zij wachten voor de rest neutraliteit. Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Blijf maar thuis. Die hebben 2 of 3 dagen geleden. Daar komt hij dan! Holder de Holder, we hebben een koe op zolder. Een grote vieze linderkoe die roept kaboe kaboe. Holder de Holder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een haaste koe, aboe aboe aboe. Moet je haasten en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend is naar de veemarkoe. En kochten voor het prik iedereen de hand zijn eigen koe. Holder de Molder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinder koe, hij roept aboe aboe. Holder de Molder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamste koe, aboe aboe aboe. In onvertogen spatje, hij wordt geregeld uitgelaten op een duivenpadje. Hij slaapt straks op een trijpen, op die kleinste canapé. De kattenbak komt naar kras, dankje voor de saliné. Holder, holder, we hebben een koe op zolder. De grote viercilinderen koe, die roept aboe aboe. Holder, holder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamste koe, aboe aboe aboe. Aan jou, terwijl mijn ogen turen over de hei, waar ik nog schildbaar sta. Ik denk aan jou, die lange, lange uren. Die liefde vrouw, o mijn Hortensia. Nou,
zijn ook een aantal Oostenrijkse militairen gesneuveld. Twee ervan die liggen hier begraven op de algemene begraafplaats. Dat zijn soldaat Hoekstra en Dame. Eentje soldaat Tielemans, die ligt begraven vlakbij de, op de Grebbeweg. Geschreven in 1914 door Willy Derk. Dat heet van de Grebbeweg. Ver van het gemoed der grote steden, waar de herders zijn wel uitgesneden, rusten tussen het stille groen, zij die door hun plichten doen. Nemen mee teruggekomen zijn. Koop eens een handje vol bloemen en leg ze neer op zo'n graf. Want daar rust een held die op het hebben vult. Zijn leven voor het vaderland gaat. Zij die in vrede hier slapen, hebben hun offer gebracht. Zangjes in de wind voor vele moeders weer. Met de krant in zijn hand staat hij daar te venten. Hij verkoopt zo'n vaderland voor 5 losse centen. Op de hoek van de straat staat een raspedeer. Het is geen mens, het is geen dier, maar een NSB'er. Met de krant in zijn hand loopt hij naar de venten. Hij verkoopt zijn vaderland voor wat losse centen. Op de hoek van de straat staat een raspedeer. Het is geen man, het is geen vrouw, dan werd een odeer. Met zijn ster in zijn hand staat hij daar te klooien. Mensen, ga toch snel naar huis, straks los van het dooien. Nog eentje? Goed, de rest, ja, we hebben nog. We dachten dat wij niet genoeg repertoire hadden. Deze hier, vergeet me niet. Verloop ze niet. Wanneer ze u gevonden dat Duitsland het zwaard beschermend heeft gestrekt. Ze hebben keer op keer hun heilig woord geschonden. Het mijneed heeft ons toen 10 mei gewekt. Herinner u hoe hun vandalenhorden staten schoffeerden tot bezet gebied. Terwille van Europa's nieuwe orde. Herinner u de duizendtallen Joden, sinds eeuwen burgers van het Duitse land, die voor de schoffen met hun knuppels vloden. Vloden in ieder geval probeerden weg te blijven. Alles weerloos wild voor felle heidenbrand. Herinner u de slachting, de infame pogroms aan het edelste op velerlei gebied. Pogroms tegen eigenlijk
Nazi-fascisten die mensen opgejaagd werden. Herinner u Einstein en Freud en andere Freuds en andere namen? Vergeet het niet. Herinner u hun concentratiekampen, de marteling door mens aan mens beraamd, de krijgsgevangenen door gifgasdampen in hun fabrieken blind ten onder gaan. Herinner u hoe met hun helse krachten als stoomwals plettert elk neutraal gebied zijn niets dan honger en verarming brachten. Vergeet dit niet. Wij gaan nu naar binnen. Ja. Pauze. Dus willen jullie nog ons zingen? Nee. Hebben nog een repertoire van 15. Het Poolse volkslied. Stond er wel in de krant dat de meisjes en
en de vrouwen met de Polen gingen trouwen. Zo begonnen we herreizen Nederland. Zing in haai, haai, jippie, jippie, jippie. Zing in haai, haai, jippie, jippie, jippie. Zing in haai, haai, jippie, haai, haai, jippie. Haai, haai, jippie, jippie, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I will see.